Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt weer. En dit is alweer de derde vlog die ik ga maken. Het houdt niet op. Er staat weer een hele hoop leuks op de planning. Dus ja, ik had eigenlijk alleen maar één reden om te kunnen vloggen. Ik heb zin in vandaag, want ik ga met een vriendinnetje, mijn vriendin Nina, naar de Cactus Oase. Schijnt echt een hele hotspot te zijn voor Instagram foto's. Dat overtuigde haar, niet mij. Maar ze dacht wel, oh, dan is Mattia wel zo gek dat ze meegaat. En dat is waar. Dus we moeten helemaal naar Ruurlo, wat een meer dan een uur rijden is. Maar goed, met goede compagnie dan is dat helemaal niet erg. Dus dat is het plan vandaag. En ik ga jullie meenemen. Ik ben er enig met mijn moppie. Yay! En ik heb thee gezet, want Nina rijdt en ik wil graag vaker een chauffeur hebben. Dus ik dacht, als ik er nou goed voor zorg, dan krijg ik misschien vaker ritjes. Zou je trip hoppen? Nina heeft dit tripje uitgekozen. Helemaal naar Ruurlo. En ik heb er best wel zin in. Wil je nog wat zeggen aan de camera? Nee. Wil je eigenlijk weten waar we heen gaan? Ja, Cactus Oase had ik ook gezegd. En ik had gezegd dat het een mooie Instagram foto plek was en dat ja. Jij daarom mij mee hebt gevraagd. Ja, tuurlijk. Omdat ik wel zo gek ben die meegaat. Zij is het model dat het goed gaat. Heb je een camera bij je? Oh ja. Ja, tuurlijk heb ik een camera bij. Oh, dus we worden misschien nog wel hele mooie. Maar goed dat ik mijn haar in de krul heb gedaan dan. Nee, ik focus niet echt. Ja, als je lelijk was, mocht je niet mee. Nou, je hoort het. Hallo? Wat ben jij een lief poesje? Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Oké, we zijn inmiddels aangekomen bij de Cactus Oase, zoals je wel een beetje ziet op de achtergrond. Ze hebben hier gewoon een cactuspyramide. Hoe vet! Ik moet je zeggen, dat is wel de highlight van deze trip, denk ik. De cactuspyramide. Oh, echt? Nou, het is een privécollectie van iemand, schijnbaar. En ja, ze hebben echt heel veel cactussen. Heel veel. En nu gaan we een beetje wat foto's schieten. Hier en daar. We zitten weer in de auto. We zijn klaar. Hoe lang zijn we geweest? Anderhalf uur of zo? Denk ik. En ik moet je eerlijk zeggen, toen hij aankwam dacht ik, nou, ik weet het niet hoor. Maar toen gingen we foto's maken en zo. Waar je trouwens €2,50 per persoon meer voor moet betalen. Dus hou daar rekening mee. Risico met het trappen van cactus, hè? Ja. Maar we hebben alles heel gehouden. Een soort van verzekering. We hebben wel elkaar onszelf een beetje geprikt af en toe. Wat best zeer doet. Dus pas op als je hierheen gaat. Maar de foto's zijn echt mooi geworden. Ik zal, als ik zin heb met editen, wat foto's nu invoegen. Dan kun je zelf zien hoe mooi de foto's zijn geworden. So I'm crazy. En dan gaan we nu door naar de IKEA. We gaan met z'n wetenballen eten. En ik moet nog wat dingetjes halen. Maar ik weet het nog niet zeker wat ik allemaal moet halen. Maar dan gaan we gewoon even rondlopen. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't
star. Got your feet both locked. You get to fly with me. Deze wil ik misschien aanschaffen om wat meer ruimte te hebben en zo op mijn bureau. Van Alex. Oh, dit zijn mooie bakjes. Heel tactisch, maar ik weet niet of die bakjes bij moet kopen. Ja, die zijn te los bij. Die oh, die zitten wel al bij. Nee, die moet je kopen. Maar daar ga ik even over nadenken. Misschien dat ik die ga halen. Hé, hey, dat lampje staat aan. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Of hebben we een deur niet goed dichtzetten? Godverdomme. Wat is er? Ik weet niet meer dicht, maar dan ben ik zo graag in. Want ik heb gisteren haast gezegd. Hallo, ik was gisteren overtuigd dat die deur rechts achter niet goed zat, maar ik werd voor gek uitgemaakt. Kijk of die uitgaat dan. Oké. Ondertussen zijn wij weer terug naar huis. Ben je het belangrijke ding aan doen? Ik weet niet of ik dit stukje erin laat zitten. Nee, dat is een minuut lang aan. Skippen dit. Oké, we zijn bij de IKEA geweest. We zijn weer vlekken geshopt. En het viel ons mee. Of de mensen aan mij. Ik dacht dat ik €100 uit had gegeven en het was maar €75. Oh, ik ga bij dus, de bosje. En ja, niet kijken. Dus, dat betekent dat ik voor mijn gevoel €25 bespaard heb. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Maar ja, zo werkt mijn brein. Maar we zijn dus nu onderweg naar huis en ik dacht dat vlog ik even, want anders zijn we van IKEA ineens thuis en dat is raar. Oh, ik doe even mijn bril af. Ik heb heel even het ongezellig grote licht aangedaan, omdat ik even wil laten zien wat ik allemaal geshopt heb bij de IKEA. Als eerst heb ik deze knuffelpoes gekocht en die ga ik vanavond inpakken en bij Nikki in de schoen doen. Omdat Sinterklaas wel vindt dat, dat hij wel, als ik een keer in het buitenland zit, dat hij dan nog een poes heeft om mee te knuffelen. En dan heb ik ook een paardje gekocht. Dat is voor neefje. Komt er nou iemand aan? Dan moet ik nu verstoppelen. Nee, er komt niemand aan. Oké, paard voor het neefje van Nikki. Gewoon... leuk schoen cadeautje van tante Mattia. Rietjes. Ja, ik vind die grote rietjes echt heel fijn. Dan heb ik verschillende kussenslopen. Gewoon simpele lichte kleur. Met een beetje zijn zacht stofje. Om deze mes een beetje ordelijk te maken. Die kleur heb ik twee keer. En dan heb ik nog voor het grote kussen, het langwerpige, heb ik deze. Die is ook zacht. Melkopschuimer. Ja, wil ik. Een klein snijplankje, want die had Nikki niet. Alleen grote snijplank. En dat vind ik een beetje onnuttig voor als je alleen maar een klein dingetje hebt om af te wassen. Is die wel makkelijker. Heb ik twee beslagkommen eigenlijk. Ja, die heb ik gekocht voor beslag in te maken. Want ik bak nog wel graag. En dan twee kussens om mee op te vullen. Die kussens lopen. En deze smaak ruiken naar, ja, wat ruiken ze naar? Daarna, peperkoek of zo. Echt heel lekker. Dus die heb ik ook gekocht. Dat is mijn shoplog. Nu ga ik het even ombouwen dit. Leuk. Hartstikke leuk geworden. Ik had een vet goede idee om even die red velvet taart te maken tijdens mijn stream. Omdat het dan te streamen. Dus dat heb ik gedaan. En zo ziet hij eruit. Oh wauw, hij is echt knalrood joh. Heftig. Oké, nu is het tijd dat ik boodschappen ga doen voor Nikki en Roy en Sanne. En nog meer gingen mee eten. En dan ga ik vervolgens, ik denk dat ik daar nog wel wat vlog. Dus ik neem jullie gewoon mee. En dan ga ik de topping maken voor de taart. Die is nog niet helemaal af. Dus dat is de plan nu. Let's go. Hey, zeg het maar. Nou, keep it wel zeggen. Ja, dit is de vlog van het jaar. Ja. Kijk, de vlogger. Is Nassie aan het koken? Ja, de Nassie ziet er wel echt super lekker uit. Nassie van Sanne is de... Ja, hoe zeg ik ook de Quint? Help even vloggen. Nee, dat doe ik dan niet. Kijk, dat kun je jezelf zien, hè? Doe maar vloggen. Nee. Hallo, dit zijn Quint en Wesley. Kijk, Quint en Stefan. Hebben Nassie.
Nasi bij van Sunny. Chili saus. Sunny, nou, beter. Sunny, we zitten er allemaal in. Sunny, jij moet ook even komen. Hallo. Kom maar, hè. Eten. Okay. Ja. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Ik zeg maar gewoon niks. Mutia TV. Doe hashtag Mutia TV. Wij zijn, benauwd zijn. Benauwd. Bananen, benauwd. En vergeet niet RNR's back. Ja, like hieronder, banaan. Like hieronder. Hey, en even swipe up. Swipe up. En check die aanbieding. Check die aanbieding nu. Ja, ja. Check die aanbieding. Swipe up. Hey, juist. En dan jezelf. Goed zo, Jochie. Hey, yo, yo. Yo, yo. Yo. Swipe up. Welcome to vlog 1. One. Ik ben benauwd, hij is benauwd. Uit. Get your net alive here. Ja, swipe up. Buy two, get one flea. One flea. Oh, net een cake. Hey, zag wel dat je naar me keek. Ja, waar lach je nou? Ja, jullie zijn echt idioten. Ja. I don't know yet. Je moet wel zo praten, dat vinden mensen leuk, de volgers. Doe even swipe up en noem me die cake. Swipe up voor de cake. Swipe up for a free cake. Yeah, you swipe up for the cake. Swipe up for the cake. Swipe up for the cake. Yo, yo, volg Royke 5. Voor nog meer aanbiedingen. Swipe op voor flea korting. Als jullie DM'tje sturen, DM'tje. Mattia maakt alleen maar cakes voor jullie. En misschien follow back op de telly. Misschien follow back. Maar ik weet niet. Misschien. Heeft iedereen cake? Die cake? Nee, die cake. Nee, dat is niet. Wil je cake of niet? Oh. Ja. Hey, ik weet dat. Oh. Nee, hey. Leg je piemel op de cake en zeg, ik dacht ik neem een piemelcake. Nou, wat leuk. Smaakt wel. Ik vind het niet zo lekker. Nee? Nou, hij smaakt net nergens naar. Van Mattia. Ja, Mattia is de hop. Ik snap, maar zo smaakte de vorige Red Velvet die ik ook heb. Die weet je waar het naar smaakt? Wil je heel eerlijk weten? Toen ik vroeger een klein manneke was, Play-Doh klei. Hey, goedemorgen, het is de day after. Gisteren was mijn SD-kaartje vol, dus ik denk dat alleen maar goed is, want anders was er nog meer onzin uitgekraamd. Vandaag is het zondag en ik ben kippensoep aan het maken. Nikki ligt op de bank te kateren en ik ben kippensoep aan het maken. Oef. Vet lekker, denk ik. En dadelijk ga ik naar mijn vrienden van mijn studie, van vroeger, dus... Vandaag is weer een leuke dag. Zo maak ik soep. Heel veel ballen, heel veel vermicelli. Inmiddels is het alweer 3 uur en is het tijd om te gaan naar mijn vrienden in Nijmegen. Deze vrienden ken ik inmiddels al heel lang. 2013, denk ik. Dat is 5? Nee, dat is... 2013 ben ik afgestudeerd. 4 jaar daarvoor al. Oh, ik ken ze al 9 jaar. 2009. Sinds 2009 ken ik deze al en zijn nog steeds mijn vrienden. We zien elkaar niet super vaak, maar 1 keer in de 3 maanden wil het nog wel lukken. En ik heb echt heel veel zin in, dus ik ga gauw naar binnen. Dit is heel gezond, maar... Quinoa! Maar dit is een vrouw die is op tv en die is al heel bekend, die is heel oud. Die heeft heel veel rimpels. Oh, die. Oh, thanks. We gaan te schrijven.
gaat iemand knallen. Oh, no. Gaat iemand inderdaad dood. Wie? 45. Ja. Oh, nice, met de tijd. Zie, ik heb twee. Ja. En dan kom ik. En dan kom jij. Oeh. Meteen weer vlees. Oh, dit. Een goede combo, hè. Snacks en sushi. Goedemorgen, even een jump in de tijd. Het is nu donderdag. Gisteren was ik een beetje ziek. Ik was de hele week al een beetje aan het kwakkelen. Dinsdag ben ik naar Utrecht geweest voor in Centro. Had ik bij hen op kantoor gestreamd. En ik had een toernooi 's avonds. Dus ik was zo aan het haasten van heel de her dat ik niet gevlogd heb. En gisteren was ik dus ziek. Dus ik heb de hele dag op de bed en op bank gelegen. En op een gegeven moment aan de tafel, keukentafel gezeten, Sims gespeeld. Maar vandaag hebben we weer een gevulde dag. En ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon weer vloggen. Als laatste dag van deze vlog. En dan morgen weer een nieuwe vlog beginnen. Maar eerst moeten we dit gezicht even fixen. Oh my baby, can we stay in at you? So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. We make it. Beetje heftig lipje opgedaan. Maar goed, nu is mijn batterij leeg door die timelapse. Dus en ik wou nog even zeggen dat ik vandaag nog steeds niet helemaal fit ben. Maar dat maskeren we met deze make-up gewoon. ja, we gaan aan de slag. Zo, ik ben even weer thuis en ik heb net een video geüpload. Nee, opgenomen. Die ga ik straks als ik terug ben even editen. Uploaden. En waarschijnlijk heb je die dan al gezien als deze vlog online komt. Maar misschien ook niet. Sorry. Je ziet het wel aan de lipstift. Fantastisch. Ik ben echt wel fan. Ik ben ook heel erg blij dat ik eindelijk een vriendje of een jongen heb gevonden. Die bij deze lipstift niet denkt. Hij zei. Ik zeg, eerlijk zeggen of je het mooi of lelijk vindt. Hij zegt, nou, ik vind het niet lelijk. Het is gewoon even weer een keer wat anders. En hij klonk wel alsof hij het wel op zich wel leuk vond. Het was alleen een beetje apart. Maar dat is niet erg. Dus daar ben ik heel blij om. Ik dacht, ik zet het even in de clip. In deze video. Tijd om naar Den Haag te gaan. En mijn papa gaat mee. Dus dat is hartstikke gezellig. Oh my baby. So I am crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I am crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking. Crosswalk it, lip lock it, but you, I know it. We'll be right back.
Dat was ons tripje naar Den Haag. Was echt een kwartiertje werk. Dus we hebben 3 uur in de auto gezeten voor een kwartiertje werk. Ja, ja. Volgende week woensdag ga ik hem ophalen. Dus dan mag ik weer. Helaas. Vervolgens heb ik heel veel mailtjes en zo gedaan. Want ik was natuurlijk gisteren ziek. Dus dat moest ik inhalen. En ik heb wat video's geëdit. En nu ga ik wat foto's maken voor mijn Instagram. En dan ga ik streamen. Dus we hebben een heel druk dagje vandaag. Ik denk dat ik hierbij de vlog ga afsluiten. Omdat die best wel lang wordt volgens mij. Ik hoorde van jullie in de comments dat ze best langer mogen zijn. 20 minuten kijken jullie nog wel. Dus ik hou me niet meer tegen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Geef het natuurlijk een dikke duim omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Want een middelvinger is zo agressief. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. We hebben bijna 3000 volgers of subscribers. Dus deel hem ook aan je vrienden. En vertel hun ook dat zelf mij gesubt moeten zijn op YouTube. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video. Doei doei!